Goedemorgen allemaal, of nou ja, goedemorgen. Het is sowieso 10:10. En ik ben echt super chagrijnig. Echt. Ik wilde me dus gaan aankleden, maar echt bijna iedere broek die ik aantrek, die is gewoon te groot. En toen had ik mijn Sandra broek aan, maar toen wist ik niet welke erop moest dragen. Want ik vond niks leuk erop. Dus ik heb nu maar heel simpel deze Colorful Rebel trui aan. En mijn Nikki broek, maar dat is natuurlijk veel te warm. Maar ja, ik weet het gewoon anders niet. Maar ik moet zo meteen even naar de stad en mijn scooter ophalen. Dus voor op de scooter is het denk ik wel prima. Maar als ik weer thuis kom, dan kan ik wel weer wat anders aan gaan trekken. Maar dan doe ik op zich misschien wel dit blouseje aan. Die vind ik wel leuk. Maar voor de scooter is dat denk ik een beetje te koud. Dus, nou. Zo irritant. Maar goed. Ja, we gaan zo meteen even mijn scooter ophalen. Want die kon ik ophalen vandaag. En die had ik gisteren weggebracht. Ik ga eventjes langs de Gaudi in de stad om mijn iets op te halen. Ik krijg als het goed zo meteen te horen wanneer de winactie plaatsvindt. Dus dan weet ik ook of ik het al aan jullie kan laten zien en vertellen en zo. Dus ja. Ik ga eventjes schoenen aandoen en een leuke jas hierbij zoeken. Om het toch nog een beetje leuk te maken, deze outfit. Ik ben weer terug thuis. En ik dacht, ik ga eventjes wat meer vertellen over de winactie. Want ik was dus vandaag in de Gaudi. En daar was ik dus vorige week zondag ook al. Omdat ik door hun benaderd werd, door Kiki eigenlijk. Of ik met hun een winactie wilde doen. Super leuk. En ook met een merk wat ik zelf draag, wat ik ook heel erg leuk vind. Dus dat hebben we gedaan. We hebben afgelopen zondag er foto's voor gemaakt. En ik mocht vandaag mijn ding ophalen. Want ik ga dan een winactie doen, maar ik mocht zelf ook eentje uitzoeken. Dus dat ging ik dan vandaag ophalen en we hebben het er net even over gehad. En als het goed is gaan we de winactie vanavond of morgen plaatsen. Dus ik kan het in deze video aan jullie vertellen. Wat jullie dus kunnen winnen is een Nuno bag. Ik heb er zelf al eentje, ik zal hem wel even pakken. Deze had ik namelijk zelf al. Deze heb ik afgelopen kerst gekregen. En dit is een beetje een bruin-rooige Nuno bag. Met, ja, van dat snake heet deze volgens mij. En ik heb nu dus deze uitgekozen. Een blauwe. Super leuk. Echt. Oh, deze tasjes zijn echt top. En de telefoon past er dus ook echt perfect in. Ik zal hem eventjes pakken. Ik heb de iPhone 8 Plus. En met hoesje past die er gewoon in. En dan heb je hier verder nog allemaal andere vakjes. En er past nog best wel veel bij. En het is gewoon echt een toptas. Er zit dus een lang hengsel aan. Er zit een kort hengsel aan. Er zit zo'n handdingetje aan dat je hem eventueel ook nog zo... zo vast kan houden. Het echt, ja, ik ben echt helemaal fan van deze tasjes. En ik mocht er dus nu zelf ook weer eentje uitzoeken. Omdat ik dus met hun die winactie doe. En ik heb dus deze gekozen. Deze blauwe. Ik vind hem echt heel erg leuk. Dit is de Nuno Helena Snake Blue. Maar wat we dus gaan doen is een Nuno Bag winactie. Deze zal via Instagram lopen. Hij gaat waarschijnlijk een weekje duren ongeveer. De winactie. Dus je hebt een week de tijd om mee te doen. Ik zal het linkje van de winactie wel even in de beschrijving zetten. Zodat jullie er gelijk naartoe kunnen klikken en mee kunnen doen. Want wie wil dit nou niet winnen? Ook bij deze zit er een lang hengsel erbij. En het andere hengseltje. Echt, oh, love it so much. Kijk nou hoe leuk. Tadaa! En we hebben dus ook een... ik heb een cadeautje voor Dagmar gekocht, maar wel samen met Zoe. Want Dagmar die was 1 april jarig. Maar ja, ze heeft het toen niet echt gevierd, dus we hadden toen ook nog geen cadeautje voor haar. Dus die heb ik net eventjes ook bij de Gaudi gekocht. Want ze hebben ook hele leuke kleding. Ze hebben er echt super veel merken. Ze hebben Rijders, Alex Label, G's Louisa, Alex Label. Zeg ik dat al? Volgens mij niet. Ze hebben gewoon in ieder geval heel erg veel. Er is net een pakketje binnengekomen van de Zara. Dus ik ga even een broek passen die erin zit. Aangezien ik geen broeken meer pas. Maar die ga ik niet aan jullie nu laten zien. Want er komt een aparte shoplog over. Dus. Ik heb me even omgekleed. En ik vind het outfitje eigenlijk wel heel erg leuk. Dit is dus die nieuwe broek van de Zara. Ik hou hem gelijk aan. Want hij zit echt perfect. Echt heel blij met deze broek. Dus ja, deze heb je nog maar alvast even gezien. Maar zoals je ziet heb ik daar nog een hele doos... voor in de video's. Ben je nou benieuwd wat ik allemaal gekocht heb? Moet je denk ik volgende week de video kijken. Ik weet niet wanneer die online komt. Maar dan heb ik dit blouseje erop van Colorful Rebel. En heb ik hem zo een beetje opgeknoopt. De broek is wel high waist. Hij komt ongeveer tot aan mijn navel. En dan met mijn rode Isabel Marantz eronder. Ik vind dit denk ik wel heel leuk. Dus ja, nou, dit hou ik aan. Ik ga eventjes mijn laptop meenemen naar beneden. En eventjes een stukje filmen voor een samenwerking nog. En mijn camera aan de oplader doen.
Ik heb net eventjes een foto gemaakt. Want ik heb dus een samenwerking met Kruidvat. En ik ging dus, jezus, kleding tie-dye. En ik dacht, het is wel leuk om daar een soort winactie doorheen te doen. Dus dit t-shirtje ga ik als winactie weggeven. Ik ga hem denk ik nog een keertje tie-dye. Omdat er gewoon heel veel witte plekken nog zijn. Maar in ieder geval een beetje dit idee. En ik heb zelf nog een trui getie-dyed. En daar moest ik even een foto van maken voor op Instagram. Dat is deze geworden. Niet per se echt tie-dye. Ofwel, ik weet niet wat je het wil noemen. Maar heel erg leuk. Daar heb ik even een foto van gemaakt. Ik moest heel mijn kamer ervoor verbouwen. Maar goed, hè. En ik heb even mijn Nunobag opgehangen. Kijk. Kijk nou hoe leuk die erbij hangt. Je ziet de kleur nu niet zo goed. Omdat hier allemaal dozen staan. Maar echt al zo ontzettend blij mee. Met deze ben ik ook nog steeds echt heel erg blij. Het zijn gewoon echt de perfecte tasjes voor het uitgaan voor festivals. Of eventjes snel naar de stad. Echt heel erg leuk. We hadden eventjes lekker McDonald's besteld en opgegeten. En Milan is nu eventjes naar de Albert Heijn lopen. Of naar de gang om eventjes wijn te halen voor zometeen. Heel buiten adem van die trap. En ik ga eventjes die McDonald's zakken even gelijk weggooien. Anders staat het hier weer zo lang. Het gaat weer helemaal stinken naar McDonald's hier zo. Dus die ga ik eventjes weglopen. Even kijken waar mijn huissleutels zijn. En eventjes uitbuiken. Oh, en trouwens. De winactie in samen met Kietje en Gaudi is net online gekomen. Dus ik zal een linkje van de winactie in de beschrijving zetten. Je kan dus een Nunobag winnen. En je kan meedoen volgens mij tot volgende week vrijdag. Dacht ik. Maar het staat allemaal in die beschrijving van die foto. Dus moet je daar even kijken. Maar echt zo leuk. Het is vandaag vrijdag. En ik zou eigenlijk natuurlijk gisteren en vandaag in één vlog gaan doen. Omdat ik gisteravond niet heel erg veel meer kon filmen. Dus ik dacht, ik maak er dan 2 dagen in één vlog van. Maar ik ga dat niet doen. Ik ga iets anders doen. Want ik ga namelijk stoppen met dagelijks vloggen. Het klinkt allemaal veel heftiger dan dat het is. Maar toen ik aan dagelijks vloggen begon, ik doe het nu ongeveer een maand. Toen ik hier aan begon, toen heb ik ook gezegd van als ik het straks niet meer leuk vind, dan stop ik er gewoon mee. Ik ga het niet doorzetten en lopen uitmelken. En ja, weet je, als ik het niet meer leuk vind, dan vind ik het niet meer leuk. En dan ga ik er niet mee door. Want het moet wel leuk blijven natuurlijk. Dus ik ga weer terug weekvloggen. En niet weekvloggen zoals normaal. Maar er komt wel een soort van extra video. Ik ga namelijk de week in 2 opsplitsen. Er komt dan een weekvlog online. En de weekvlog zal dan bestaan vanuit maandag tot en met donderdag. Dus dan zal de weekvlog uit 4 dagen bestaan. En dan nog een weekendvlog. En de weekendvlog zal dan bestaan uit vrijdag tot en met zondag. Omdat je in het weekend vaak gewoon, ja, nu misschien nog niet. Maar vaak in het weekend doe je gewoon wat leukere dingen dan door de week. Dus ja, die heeft dan ietsjes minder dagen. Maar wordt waarschijnlijk alsnog wel een leuke video gewoon. Ik heb daarvoor gekozen omdat ik dagelijks vloggen nu gewoon momenteel niet meer heel erg leuk vind. En het weekvlog ook wel mis. Maar in het weekvloggen zijn je video's gewoon minder persoonlijk. En wat ik wel heel erg heb gemerkt aan jullie reacties is het dat jullie het dagelijks vloggen juist zo leuk vonden. Omdat het wat persoonlijker was. Dus ik dacht ik split de weekvlog in 2 delen op. Zodat de video's gewoon ietsjes langer kunnen worden. Waardoor het toch nog persoonlijk kan blijven. Want ik denk dat het leuker is om naar te kijken een weekvlog en een weekendvlog van 30 minuten ieder, zeg maar. Dan 1 lange weekvlog van 1 uur. Ik denk dat dat gewoon minder leuk is om naar te kijken. Dus vandaar. En ik hoop dat ik het op deze manier toch nog persoonlijk genoeg kan houden. En ja, weet je, ik kan dan gewoon ook wel wat meer vloggen op een dag. Alleen het zit dan gewoon in 1 video. Wat me wel heel erg leuk lijkt is om straks met kerst met vlogmas te gaan vloggen dagelijks. Dus dat kunnen jullie zeker wel gaan verwachten. Als het lukt met school en zo natuurlijk. Maar ja, dat wil ik wel heel erg graag gaan doen straks. Dus er zullen echt nog wel dagelijks vlogs aankomen. Maar voor nu ga ik gewoon stoppen met quarantaine en chill, zeg maar. Want ja, over 2 weken begint voor mij school ook weer. En als ik dan examens moet maken en moet leren, dan weet ik gewoon niet of ik een hele dag kan vullen met boeiende dingen voor jullie. Dus vandaar. En zoals ik een paar vlogs geleden vertelde, miste ik gewoon de extra video's ook echt heel erg. En ja, wist ik gewoon niet zo goed van ja, wanneer moet ik die dan plaatsen? Moet ik dan een dag niet vloggen? Bla bla. Dus wat ik nu wil gaan doen is dus 1 dag in de week een weekvlog. Andere dag in de week een weekendvlog. En de andere dag een extra video. En ik heb soort van 2 opties voor jullie uit kunnen kiezen qua upload schema ding.
Wat ik dacht, ja, jullie moeten dat natuurlijk ook mee eens zijn. Maar wat mij het leukst leek, dacht ik, is op maandag de weekvlog. Omdat de weekvlog begint op een maandag. Dus dat is ook wel leuk als die op een maandag geüpload wordt. Dan op woensdag een extra video. En op vrijdag de weekendvlog. Omdat, ja, de weekendvlog begint op vrijdag. Dus dan upload ik ook op vrijdag, zeg maar. Ik dacht dat een beetje. Maar aan de andere kant dacht ik, misschien zit er dan weer te lange periode tussen de weekvlog en de weekendvlog. Dus dan dacht ik weer... maandag de weekvlog, woensdag de weekendvlog en vrijdag een extra video. Maar dan moeten jullie eventjes maar in de reacties laten weten of jullie optie 1 of 2 beter vinden. En wat jullie fijner zouden vinden. Ik blijf wel gewoon om 12 uur uploaden, want ik heb gemerkt dat ik dat best wel een chille tijd vind. Dus de video's komen gewoon om 12 uur online en dan maandag, woensdag en vrijdag. En dan ja, is het aan jullie de keus in welke volgorde... dat gebeurt. Aankomende week komt er geen weekvlog, maar wel een weekendvlog. Want het is vandaag natuurlijk vrijdag. Dus ik ga vandaag beginnen met de weekendvlog. Maar ja, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag is al geweest. Dus ja, dat kan ik niet opnieuw filmen. Dus volgende week zal ik beginnen met of een weekendvlog of een extra video. Even kijken wat, ja, wat jullie gaan kiezen. Wilde ik nog meer zeggen? Nee, ik heb oprecht even geen idee wat ik wilde zeggen. Ja, ik hoop dat jullie het niet heel erg vinden en het ook gewoon een beetje snappen. Maar er komt natuurlijk, ik ga niet helemaal terug naar weekvloggen. Er komt alsnog wel een soort van extra video bij. Dus ik hoop dat jullie dat toch een beetje leuk vinden. Vergeet ook zeker niet mee te doen aan de winactie voor de Nunobag die op mijn Instagram staat. Ik zal het linkje ervan eventjes in de beschrijving zetten. Zodat je nog mee kan doen en kan winnen. Want je mag dus gewoon Nunobag naar keuze winnen. Of uitkiezen, hoe je het ook wil noemen. Dus ja. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het altijd kijken naar mijn dagelijkse vlogs. Ik vond het echt super leuk. En ik krijg altijd heel veel lieve reacties erop. Dus dat vind ik ook heel erg leuk. Maar ja, ik ben er nu wel gewoon een beetje klaar mee. En ik heb zoiets van, het moet ook voor mij leuk blijven. En ja, het is nu iedere dag gewoon dat ik denk, oh ja, ik moet wel genoeg filmen. Anders duurt het dagelijkse vlog maar 5 minuten. En dat wil ik gewoon niet meer. Ik wil het wel gewoon leuk en spontaan blijven houden. Dus vandaar. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en leuk vinden, het nieuwe idee. En laat zeker eventjes in de reacties weten ja, welk idee, optie 1 of optie 2, jullie chiller vinden. Of heb je misschien een ander idee qua uploaden, kan je dat natuurlijk ook altijd achterlaten. Dan kan ik daar eventjes naar kijken en over nadenken. Dus ik ga bij deze gelijk de video afsluiten, want ik ga vandaag natuurlijk beginnen met de eerste weekendvlog. Dus ja, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze dagelijkse vlog. En alle afgelopen dagelijkse vlogs. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!